ATV brengt een serie in verband met 45 jaar stadkundige onafhankelijkheid op 25 november aanstaande. Vandaag delen wij met u de gedachten van de 70-jarige gepensioneerd onderwijsinspecteur Rita Chotu Sanchit. Zij vertelt over haar belevenis op de dag van de onafhankelijkheid. Rita Chotu Sanchit was 25 jaar toen Suriname stadkundig onafhankelijk werd van Nederland. En toch, 45 jaar later, herinnert zij zich dit heugelijk moment nog als de dag van gisteren. Nou, op die bewuste dag zaten we natuurlijk allemaal bij de televisie om te kijken wat er gebeurde en zo. Maar op het plein, dus mijn bijdrage daaraan is dat ik was toen leerkracht op de Zinia School aan de Zinia-straat. Ik was toen ULO School toen. En de scholen, de studenten, moesten dus, was gevraagd via het ministerie van Onderwijs dat ze naar het plein gingen om te oefenen om de vlag te vormen. En de directeur van de school had onder andere ook mij uitgekozen om met de kinderen te gaan. Ik ga u zeggen, ik was toen pas zwanger en mijn eerste kind. En ik dacht, ja, ik moet in die felle zon staan en zo. Dus ik protesteerde in het begin. Maar hij zei, je bent juist gezond, je bent zwanger, je bent juist gezond. Dus ga maar. En achteraf, weet je, dus, ja, niet achteraf, ook toen je daar stond, dan dacht je, oké. Dit is een kleine bijdrage van jou. En ik ben er nu echt trots op dat ik die kleine bijdrage heb geleverd. Je was niet helemaal zeker of het goed zou gaan in het land. Hè? En vrienden kwamen ons ook zeggen van wat doe je, kom weg en zo. En ja, mijn man en ik we waren even aan het wankelen. Maar ja, we dachten blijven in dit land. Dit land is van ons. Onze ouders zijn hier. En die stap hebben we niet gedaan. En vandaag ben ik er trots op. Ik ben geliefd. Alleen zijn de verwachtingen, zoals toen uitgesproken, niet uitgekomen, meent onze seniorenburger. We zijn nog steeds, als je goed nagaat, zijn we nog steeds afhankelijk van zoveel dingen uit het buitenland. Dus, en bepaalde wetten en zo zijn ook nog van die tijd. Dus het is niet gegaan zoals we hadden gedacht, althans zoals ik had gedacht. Hè. Het grootste moment dat ik zeg dat ik niet meer blij was met de onafhankelijkheid, en dat was dus met de militaire coup in de jaren 80. We hebben genoeg nieuws gezien in Afrika en andere landen waar een militaire coup is geweest en zo. Dus voor mij was het einde eigenlijk. Want er was geen democratie meer in het land. Onze onafhankelijkheid was een goede keus, maar dat geeft ons toch geen reden tot feesten, zegt Chotu Sanchit. Feest vieren? Nee. Laat me eerlijk zijn. Nee. Nogmaals, ik ben blij dat we onafhankelijk zijn. Maar het is niet dat geworden. We zijn, laten we COVID aan de kant zetten. Al was COVID er niet. We zijn, ik weet misschien een herhaling, afhankelijk. Zoveel import, zoveel dit en zoveel dat, terwijl hier in Suriname zelf zoveel potentie is die ontwikkeld had kunnen worden. En dat is achterwege gebleven. Rita Chotu Sanchit, gepensioneerd onderwijsinspecteur, die met ons terugging naar haar ervaringen van 25 november 1975. Daar is zij nog steeds trots op.